Daarvoor had ik ook al geprobeerd van hier dakwerkers te krijgen. Ten eerste kwamen ze al niet af, was er dan eens ene gekomen, maar tegen dat je dan ooit eens een offerte had. En dat was nu anders. Ik ben Agnes. Ik woon eigenlijk al meer dan 20 jaar hier in het huis, in Sint-Niklaas. Jaren geleden hoorde ik al dat de stad bezig was met wijkrenovatieprojecten. En toen was ik eigenlijk al info gaan inwinnen. Maar dan is dat terug een beetje stilgevallen bij mij, omdat ik toen het geld niet had om eraan te beginnen. Maar dan daarna had ik iets gelezen over het noodkoopfonds. En dan dacht ik, dit is misschien wel iets voor mij. Omdat dat betekende dat ik geld zou kunnen lenen, een renovatie zou kunnen aangaan, maar dat ik niet direct alles moest terugbetalen. En het is ook renteloos. Dat is helemaal anders dan bij een bank lenen. Voor mij is er terug perspectief gekomen op die moment. Het noodkoopfonds is er voor mensen die kwetsbaar zijn en die niet genoeg middelen hebben om een hoogdringende renovatie aan te pakken. Dat is niet van ik ga hier een nieuwe keuken installeren of zo een nieuwe badkamer. Het ging veel meer over wat is er nodig voor een betere kwaliteit en voor veiligheid. Hier is de gijzer, de boiler weg. Kun je je voorstellen in dat klein badkamertje? Niet goed, hè? Dus dan hebben wij altijd alles, het venster opengezet, hier altijd alles opengezet voor verluchting. Dat dat echt levensgevaarlijk is, die CEO. Het dak is aangepakt geweest, omdat er overal lekken waren. Verder was er toch ook wel een zorg voor CEO-gevaar, omdat ik hier nog gaskachel zat. Ik ben RotsVZW en de begeleiders enorm dankbaar. Ze hebben eigenlijk voor elk specifiek probleem dan aannemers gezocht. Daarna ook eigenlijk die werken begeleid, altijd alles gecontroleerd. Ze hebben nadien ook de premies aangevraagd. Dat is pure ontzorging. En als ik zie nu dat door het aanpakken van mijn huis, wat er nu ook op mijn weg allemaal terugkomt, ik heb hoop en energie teruggekregen.